Het vrijwilligerstekort speelt al jaren. Van kleine verenigingen die geen bestuursleden kunnen vinden, tot grote evenementen die niet doorgaan vanwege een tekort aan handen. Veel mensen zijn wel bereid om als vrijwilliger aan de slag te gaan, maar hoe vind je nou de beste plek? Welzijnsorganisatie Meer voor Mekaar heeft een nieuw vrijwilligerspunt ontwikkeld om vacatures voor vrijwilligers makkelijker te vullen. Even een boodschapje doen voor iemand of samen met anderen een fantastisch evenement organiseren. Het is werk dat voornamelijk door vrijwilligers gedaan wordt. En zonder de hulp van vrijwilligers kunnen veel dingen niet doorgaan. Daarom is het belangrijk dat deze vacatures gevuld worden. En daar heeft welzijnsorganisatie Meer voor Mekaar wat op bedacht. Ja, wij hebben dus een vrijwilligerspunt opgericht. Dat is een website waar mensen eigenlijk heel makkelijk kunnen zien wat er allemaal aan aanbod is in Druten of Wijchen aan vrijwilligerswerk. En organisaties kunnen daar heel makkelijk vacatures op plaatsen. Daarbij kunnen alle organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers, die kunnen daar een advertentie, vacature opzetten. Daar krijgen ze ook inlogcodes voor. En op die manier kunnen ze vrijwilligers werven. Vrijwilligerspunt moet zorgen voor een duidelijk overzicht van alle vrijwilligersvacatures. Zo vind je veel sneller de juiste match. Want er zijn enorm veel mogelijkheden, zeg maar, als je vrijwilligerswerk wilt doen. Het handigste is eigenlijk om op onze site te kijken, zodat je daar alvast een beetje een selectie kan maken van, nou, wat spreekt me aan? Welke doelgroep spreekt me aan? Welke leeftijd wil ik? Op welke tijden schikt het mij? Dus het is vooral belangrijk om te kijken wat past bij jezelf. En dan te kijken van, nou, welke vacatures sluiten daarbij aan? Nou, weet je, wij kunnen het wel heel enthousiast zeggen, maar draai gewoon een keertje mee en kijk hoe je erin staat. Vind je het leuk? Past het bij mij? Heb ik leuke mensen om me heen? Want eenmaal de juiste match gevonden, dan kan je als vrijwilliger echt het verschil maken. De extra handen zijn vaak hard nodig. Bij Meer voor Mekaar werken ze zelf ook met veel vrijwilligers en zien ze dagelijks welke impact vrijwilligerswerk heeft. Sowieso omdat er echt een heel groot deel van de samenleving omvalt als die vrijwilligers er niet zijn. Als je ziet wat zij allemaal organiseren en doen, dat is echt gigantisch. Wij horen eigenlijk steeds de signalen van, nou, we willen heel graag onder de mensen zijn. Ondanks, ook al hebben ze zelf een sociaal leven, maar het is toch leuk om weer andere mensen te ontmoeten. En voor de mensen zelf is het ook heel belangrijk, hè? Je hebt, zeg maar, ja, deelnemers, zou je kunnen zeggen. Voor hen is het heel fijn als er iets georganiseerd wordt. Maar we merken ook echt dat het vaak voor de vrijwilliger zelf een heel belangrijk invulling van de week kan zijn, maar ook enorm veel voldoening geeft. Dus je merkt echt dat het eigenlijk echt twee kanten op werkt. Ze willen graag iets betekenen voor de maatschappij, zich inzetten. Ze vinden het ook heel gezellig om in een leuk team te zitten of om iemand ook echt te helpen. Daar krijgen ze echt voldoening van.